Het landelijk slagingspercentage van het voortgezet onderwijs voor junioren is dit jaar 56%. 11% van de kandidaten is afgewezen en 29% heeft herexamen. Van 4% van de kandidaten is het resultaat vanwege diverse redenen nog niet bekend. De studenten van het VOJ kregen vandaag de uitslag van het eindexamen. De directeuren van de Graaf van Sinsendorf en de Christus Koningsschool gaven aan in welke mate de coronapandemie het slagingspercentage van dit schooljaar heeft beïnvloed. Ik wil bijna zeggen zeer, en toch mag ik dat als Graaf van Sinsendorf school niet zeggen. Wij hebben die mogelijkheid gehad dat we online bezig konden zijn, dus we zijn bezig gebleven. Toen het moment kwam van de examenkandidaten mochten op school, hebben we ze hier elke dag gehad, verplicht. Dus we hebben keihard gewerkt aan ze. In vergelijking tot vorig jaar, toen was het die struggle van wat doe je niet. Dit jaar hadden we de online, dus we hebben daar goed gebruik van gemaakt. En ik denk dat dat heeft mogen resulteren in een beter slagingspercentage. Directeur Wendy Riedewald benadrukt dat het slagingspercentage voor een groot deel afhankelijk is van de motivatie van de studenten. Zij adviseert daarom om samen met het ministerie van Onderwijs na te gaan welke opties er zijn om studenten te motiveren om op school te blijven. Het slagingspercentage, als we dat eigenlijk linken aan de omstandigheden die we het afgelopen schooljaar gehad hebben, dan is dat redelijk. Maar als ik hem vergelijk met het vorige schooljaar, is dat toch wel minder. Maar ik kan me een beetje voorstellen. Het schooljaar is niet vlot verlopen. De COVID-situatie heeft ervoor gezorgd dat we hier en daar wat onderbrekingen hebben gehad. En dat we niet vaak fysiek onderwijs hebben gegeven. Dus dat is een beetje te begrijpen. Ook de motivatie van de leerlingen is daarbij afgenomen. Tot het moment we weer fysiek in de school waren, dan moesten we aan de kinderen gaan trekken om ze weer gemotiveerd te maken. Dus het heeft wel gewerkt aan het begin, moet ik zeggen. Onze online lessen, maar gaandeweg werd het minder. Maar we weten ook dat we niet alle kinderen konden bereiken met de online lessen. De situatie in het land maakt dat niet elke ouder een device heeft, internetverbinding heeft of constante internetverbinding. Dus ook daar hebben we rekening mee gehouden. Ook voor de geslaagde Gian Bosk was het studeren tijdens de COVID-19-pandemie uitdagend. Het was niet als die vorige jaren, want bijvoorbeeld hebben we een aantal maanden hebben we online les gevolgd en we konden ook niet naar school komen. En toen we naar school waren gekomen, moesten we eigenlijk alles wat we online hebben gehad gewoon meenemen naar dus fysiek les volgen. En dat was een beetje lastig, omdat dan meest van die dingen was je vergeten, want het zijn dingen van maanden geleden. De meeste mensen namen het niet zo serieus, maar ik heb toch goed mijn best gedaan dat ik mijn milieudiploma wil halen. En ik had derde milieu toch al mijn pakketten gehaald, dus ik heb me gewoon ingezet en ik ben voor het beste gegaan. Kommerwijnen is dit jaar het district met het hoogste slagingspercentage. Ze behaalden 69% direct geslaagden, gevolgd door Coroni en Wanica met 66,7%. Het percentage kan veranderen nadat de resultaten van de herexamens bekend zijn.